Goedenavond en hartelijk welkom bij Veronica op TV2. Fijn dat u kijkt en ik raad u aan om er maar eens goed voor te gaan zitten, want er staat u weer heel wat te wachten vanavond. Om 9 uur de tweede Tineke Schoutershow met komische conferences en rakentypetjes. Kortom, het wordt weer een spetterende show. Na de ster, zo tegen 10 uur, de actualiteitsrubriek Nieuwslijn met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen. Goedenavond. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is vandaag een topambtenaar geschorst. Er wordt een onderzoek ingesteld naar mogelijke vermenging van overheids- en privébelangen. Aanleiding zijn de feiten die Nieuwslijn boven water haalde en die we straks bekend zullen maken. Honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs staan aan de grens tussen Frankrijk en Spanje nog steeds vast. We zochten de gedupeerde chauffeurs de afgelopen nacht op. In Israël staan twee Nederlandse vrouwen lijnrecht tegenover elkaar in de strijd die de Palestijnen voeren in de bezette gebieden. En nieuwe beelden van mensonterende toestanden in Roemeense kindertehuizen. Nieuwslijn straks om ongeveer 9:45. Graag tot dan. Elvis Presley leeft. Althans, dat denkt Peggy Bundy. Om 10:30 een nogal verwarrende aflevering van Married with Children. En de hekkensluiter van deze Veronica-avond is de nu al meest spraakmakende talkshow van Nederland. Bergje voor Berg, met actuele gasten en spannende interviews. Wat allemaal vertelt Gert Berg u nu zelf. Vanavond om 11 uur in onze late night talkshow Bergje voor Berg aan deze leugendetector, de hoofdredacteur van een groot Nederlands roddelblad. En op bezoek oud-minister Jaap Boersma, die treurt om het 10-jarig bestaan van het CDA. En een koninklijke gast, de prins van Lignac. Tot 11 uur op TV2. En nu eerst een aflevering van de Nederlandse comedyserie In de Vlaamse Pot. Het zit Karel en Lucien bepaald niet mee. De parkiet is namelijk ernstig ziek geworden. En dan ook nog een restaurant runnen. Paniek in de tent.